Heidi, Heidi, oh, dat zeg je altijd. Is dat zo? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. We zijn niet in Friesland. Oh, nou, sorry hoor. Nee, dat is koeienmerken volgens mij. Je maakt er een heel feest van. Ja, ik heb Fries geleerd. Van wie? Van Bjorn. Alleen koeienmerken. Wie is Bjorn? Bjorn is zo. Ik had ooit op mijn Insta had ik gezet, zo mijn snap. Toen had hij me gevoegd. Toen waren Bjorn en ik besties. Wij hebben IJsje net ingeladen. Dat duurde iets langer dan normaal. Zijn er nu denk ik een half uurtje mee bezig geweest? Ja, zoals niet van plan naar binnen te gaan. Maar uiteindelijk doet ze het gelukkig toch. Yes, dus nu gaan wij naar de Arkenhoeve samen met Ivy. En wordt ze behandeld door Amber. Niet alleen Ivy wordt behandeld door Amber. Blondie ook, maar dat had Christel ook. Oh, en je gaat werken aan de hand. Yes, met... Dat zou Christel verteld. Ja, met hoe heet... Dat weet ik niet meer. Ja, iemand die opgeleid is met Bas. Dat, sowieso. Ja. Vandaag zijn we met Amber. Amber is helemaal vanuit Ter Apel hierheen gekomen voor de paardjes hier. Ik heb vandaag Ivy bij me. Ivy is een 8-jarige KVVN, Mary. En ze heeft wat problemen met loslaten. Ja. En misschien dat jij daarbij kan helpen. En wat wil je met Ivy? Nou ja, Ivy is niet van mij. Ivy is van Mara. Ik wil haar graag wat, voor mij, wat hoger voor de sport uitbrengen. Ja. Hoi meisje, hoi. Het is een beetje spannend voor jou hier, hè? Ja. Jij bent op ander terrein, denk ik, hè? Ja. Ja, precies. En dan wil je er wat hoger in de sport. En wat loopt ze nu in de sport met jou? Met mij nog helemaal niks, maar met Mara heeft ze M-dressuur startgerechtigd. Oké, dus L2 uit. Ja, en L-springen, B-springen. Gina B springen, mijn BB. Oké, okay. Dus eigenlijk van alles wat. Heel onrond paard. Hartstikke leuk. Mag je even de deken af doen? En de peeskap ook? De peeskap mag ook eventjes af. Want dan wil ik er heel graag even zo meteen op het harde, op de rechte lijn zien stappen. Zien draven. En aan de hand daarvan kijk ik even wat ik meer wil zien nog. Hebben ze je een beetje verteld wat ik ga doen vandaag, of niet? Een beetje. Nou, gelukkig. Dan hoop ik dat ik straks een beetje meer nog ga vertellen. Tess, wil jij hem op de rechterlaan eventjes voor mij eerst stappen, een stukje? Zo recht mogelijk en jij zoveel mogelijk ernaast lopen. Ja, top. Ja, wat ik nu doe is puur, ik kijk naast dat ik naar kreupelheden eventueel kijk, kijk ik vooral naar de bewegelijkheid in het bekken en of die symmetrisch stapt. Nou, als je er recht achter staat, anders moet je even, kom maar terug Tess. Anders laten we Tess helemaal naar Den Haag lopen, dat is ook zo flauw. Als je wel iets dichter bij mij komt staan, dan kan je hem iets kijk, dan kan je zien dat hij achter wat af en toe wat uit de massa stapt. Zie je dat? Laten we Tess, wil je nog één keer een heel klein stukje, gewoon tot dat open stukje stappen. En ook in het bochtje zie je dat ze eigenlijk niet zo goed wil buigen in de rug en in de bekken. Maar nu zie je het heel goed. Hè? Een beetje, ik noem het wel eens een beetje een Donald Duck. Ja, dankjewel, okay. Tess. Nou, en wat je eigenlijk wil zien is dat ze heel makkelijk onder de massa kunnen stappen. Vanuit het bekken goed kunnen flexen. Onderrug kunnen gebruiken. Dankjewel. Mag je nu in draf? Ja. En waarom is dat belangrijk? Op het moment dat dat niet kan. Nu zie je ook een beetje dat hij dat rechterachterbeen omheen zwaait. En nu zie je dat ook. Zie je dat? Mag je terug, Tess? Dankjewel. Oh, pas op. Noodstop. Kom maar. Mijn vloekje is dat er een beetje ongelijk zijn. Ja, absoluut. Hij beweegt wat ongelijk. Dat is helemaal niet erg, hoor. Rustig naar de stap, want het is hier heel glad op de stenen. Ja, precies. Heel goed. Mag jij nog even een S'je voor me heen en weer stappen? Ja. Wat ik ook graag wil zien is wat hij blijft doen op het moment dat ik wat... bochtjes gaat draaien. Probeer maar ietsje korter vast te houden, Tess. Zodat jij naast de schouder kan blijven lopen en hem daar kan leiden. Ja, precies. En dan mag hij rustig stappen. En dan zie je ook dat hij vooral met het rechterachterbeen wat zoekt, hè? Ja, links ook wel iets. En dan zie je ook als ze de bocht omgaat, dat hij eigenlijk net dat stuk achter dat zadel niet kan of wil buigen. Nou, daar moeten we eens eventjes naar wat mee gaan doen. Dankjewel, Tessa. Nou, ik heb genoeg dingen gezien. Als ik nu zeg van, nou, ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel ingang om wat mee te gaan doen, had ik nog kunnen zeggen, nou, we gaan op het zachte nog longeren, we gaan nog rijden. Maar ik heb nu al genoeg gezien dat ze in wat beperkingen loopt. Ja. Nou, daar wil ik graag wat aan doen. Want dat heeft ze nodig om natuurlijk te kunnen sporten. Want we gaan er toch bovenop. Tessa gaat er bovenop zitten. Nou, jij dan. Ja. Dus die rug moet heel functioneel zijn en dat bekken.
En de hals ook, want dat is het, ja, dat wil ik ook meenemen. Dus we gaan hem nu op de poetsplaat zetten. Dan krijgen ze bij mij altijd eerst een paar naaltjes. Dat is een combinatie van een stukje acupunctuur en eventueel wat dry needling. Ja. Dat zijn twee verschillende principes. Die naaltjes gaan even hun werk doen. Dus dat, dan blijf ik er even af. Dan staat ze, ik zeg altijd eventjes 10 minuutjes tot 20 minuutjes te sudderen. Te ontspannen. Daarmee maak je ook alle fascie los. Dus alle ja, verbindingen tussen alle spieren in het hele lijf. En daarna ga ik hem helemaal afvoelen. Mobiliseren en kijken waar dan eventuele beperkingen zitten. En dan bespreken we het plan van nou, wat kom ik tegen? Wat is te koppelen? Wat kan nog beter? Hij is niet in één keer los, want ik kan niet toveren. Dat zeg ik altijd heel eerlijk. Ik zeg, ja, zo werkt dat niet. Maar we gaan wel eens even kijken of we een beginnetje kunnen maken om het wat te verbeteren. Yes. Ja? Tessa, even voor jou nog een vraag. Hoe is haar aanleuning? Aanleuning is op dit moment, ik vraag nog niet te veel aanleuning. Want als ik aanleuning vraag, dan gaat het soort in mijn hand hangen. Ja. Maar als ik lichte aanleuning neem, is het meestal wel constant. Oké, dan is het wel meestal constant. Het lukt wel. Ja. En in je overgangen, met name naar de galop toe? Nou, galop is best makkelijk. Dan gaat ze wel eens eerst heel snel naar voren toe als ik er in draf niet goed onder controle heb. Ja. En ze vlucht dan een soort. Maar dat begint nu ook alweer steeds minder te worden. Dat vluchten, dat is wel een dingetje wat bij haar een beetje speelt. Ja, nou, het is nu dat het steeds minder wordt. Ik kan er nu steeds beter onder controle houden, maar daar heb ik wel een rondje voor nodig. Ja, oké, maar dat is wel iets wat eigenlijk natuurlijk niet hoort. Nee. Dus dat zal wel uit haar lijf komen. En als ze de nageefkuit echt zo heeft, houdt ze dat vol of wil ze ook wel eens er zo uitklappen? Zullen we ook wel eens uitklappen. Nou, dankjewel. Dan gaan we beginnen. Heb ik genoeg informatie? Kom, gaan we naar binnen. Nou, Tess, jij kent het spel hier al een beetje. Hou er maar eventjes van. Want misschien vindt zij mij niet zo heel gezellig de eerste keer. Met name aan die achterkant. Hé, hey, wijfie. Kom maar. Hey. Ze is wel mooi op kleuren na het scheren. Hè? Dat ziet er goed uit. Ze heeft ook single night. Ja. Nou, vroeg ik al of die er ook uitklapte. Want we gaan ook eens even kijken wat er hier zit, hè? Goed zo. Goed zo, vrouwtje. Ja, gemeen, hè? Ja, hoi. Hoi. Ze doet braver dan Blondie de vorige keer. Ah. Nou ja, de eerste keer. We zijn er niet, hè? Dat is waar. Zo, en dan doet deze iets meer aan. We willen eigenlijk juist niet dat het kaptoom schuift. Mm-hmm. Dus dat hij mooi stabiel blijft liggen. Hier zit ijzer in. Geen ketting, maar echt ijzerwerk. En dan met een mooi kussentje eronder. Dat het niet echt hard op zijn neus is. Het klinkt best pittig, hè, ijzerwerk. Maar dat hebben we, zodat hij juist stabiel blijft liggen. Als hij gaat schuiven, ben je onduidelijk in je hulpen. En als je een keer een ophouding geeft, komt het juist meer door op die neus. Ja. Dus we willen dat het zo mooi stabiel mogelijk blijft liggen. Nou, en daarom kan hij ook gewoon aan en niet met twee vingers eronder. Want dan gaat hij misschien juist weer schuiven. Hij moet ook niet knellen. Dat doet hij niet. Zo, super. Super. Nou, en dan ben ik zo meteen benieuwd wie dit is. Wat je met hem, haar doet. Zelf voorstellen. Ja, ik ben Anneloes. Ik ben Anneloes Borneman en ik ben docent aan de opleiding NCCH. Ik heb thuis mijn paarden in training. Twee paarden zelf en altijd wat paarden in training. Met veel werk aan de hand voor een stukje of training of revalidatietraining specifiek. Dus daar hou ik me eigenlijk veel mee bezig. Ik ben zelf Z1 met mijn ene paard, Z licht met een ander paard. En ook in de ondersteuning van deze paarden zet ik veel het werk aan de hand eigenlijk in. Dus daarom ben ik ook heel benieuwd wie jullie zijn en wat je met hem doet en wat de doelen zijn voor hem. En, ja. Nou ja, dit is Blondie. Blondie is 6 jaar oud. 6 jaar, oké. En ik heb er sinds 3 weken Salomak was. Dus we hebben heel erg naar onze eigen hand kunnen zetten. Dat was wel heel fijn. Heb je er ook? Ja. Okay, en cool. Dat heb ik samen met Daan gedaan. En ik ga nu denk ik sinds een jaartje ook naar Amber en Bas toe. Oké. Ze worden dus nu al een jaar gemanipuleerd door Amber. En met Bas zijn we ook heel erg veel bezig. Ja. Ze is net ook gemanipuleerd. En ze zit vooral een beetje vast in haar hals. Ja. En haar rug, dat begint nu steeds beter te worden. Amber zei ook dat we moesten werken aan... Nou ja, we moesten
dat we rekening moesten houden of kunnen kijken of we dat kunnen doen, is schouderbinnenwaarts op de Volte. Ja. Omdat ze daardoor, nou ja, weet ik niet precies, maar... en ik wil heel graag met haar tot het M komen met dressuur en... Nou ja, zo ver mogelijk als ik kan met B springen. Alleen ik moet zelf heel erg oppassen dat ik niet te lang word. Ja. Want Blondie is klein en ik ben groot. Nou, ik zou wel zeggen vooral blijven groeien, maar dan is het lastige, ja. En je geeft aan van de rug gaat beter. Ja. Waren daar de rug klachten? Zat in het begin echt heel erg vast. Ja. En het begint nu steeds meer los te laten. Okay. Dus, en wat heb je daar al voor gedaan? Ze gaat nu denk ik een halfjaartje ongeveer naar de aqua-trainer. Ja? En okay. Die zorgt er heel erg voor dat we niet te veel, niet te weinig. Dat ze met haar rug heel erg loskomt en haar benen wat meer bespiering. Ja. En ook zelf met Daan heel veel overgangetjes rijden. En met Bas, en ja, vooral met Bas, dat we werken aan schouderbinnenwaarts en wijken. Ja, oké. Okay. En dan denk ik, wat Amber geeft aan van in de hals dus. Hebben we het dan over de lage hals met name? Weet je dat? Ja, zij is dat? De lage hals en ze wil helemaal niet. Dus met M gaat ze verkopen. Ja. Dus niet zo dat deze pony de bedoeling is uiteindelijk de spring gekocht. En beide ouders springen zet. Ja. En het is eigenlijk ook wel de bedoeling dat ze met de vuur springen. Oké. Het is niet zo dat ze met M klaar is, maar het is nee. Lang. Ja. Dan mag je na de M ga je weer groeien. Daarna gaat hij naar de volgende eigenaar. Ja. En met 6 jaar. En je hebt een leuke ruiter, kom je natuurlijk best wel een heel eind. Ja. Alleen we hebben wel heel erg geprobeerd om haar goed uit te laten groeien en niet te snel te veel te ja, willen. Precies. Want wat, misschien heb ik het gemist hoor. Wat, op welk niveau is ze nu? We kunnen in principe L2, maar rijden L1. Oké. Nou, goed, dan gaan we daarmee bezig. Stukje schouder binnen. Want. Daarom zeg ik ook, hè, van, gaat het dan om de lage hals? Want ook als je onderrug, lage hals, die staan vaak in verbinding met elkaar. Omdat zowel het CTO-gewricht, dus die laatste halswervel... Ja, oké, nou. Die laatste halswervel, die zit eigenlijk tussen die schouderbladen. Die gaat dan over naar de eerste borstwervel. Dat vormt samen het CTO-gewricht. Nou, en dat gewricht kan eigenlijk alle kanten op bewegen. Dus die kan flexie maken, extensie maken. Die kan naar links, naar rechts buigen. Je laterale beweging is dat. En hij kan roteren. En dat roteren en het stukje flexie, dus bolling... dat train je eigenlijk met schouder binnenwaarts. Maar dat CTO kan dus alle kanten op, dat gewricht... Maar niet zelfstandig. Net zoals dat wij ook niet ons borstbeen in kunnen trekken zonder iets met onze nek en eigenlijk onderrug te doen. Zo werkt het ook voor het paard. Als jij zegt, hij heeft last gehad in zijn onderrug, dan was hij heel stijf. Dan is hij daar waarschijnlijk gaan compenseren. Ja. Of andersom. Dus dan willen we dat weer mobiel maken. Nou, je gaat dan naar een manueel therapeut. Ja, dus wordt waarschijnlijk ook ingespoten daarvoor. Oké. Ja, dat is altijd goed. We gaan eerst onderzoeken. Precies. Ja. Het is altijd, ja. Nou ja, eerst onderzoeken en dan als er iets is, dan wordt ze waarschijnlijk voor ingespoten. Precies, ja. Dus dan wil je dat eerst verder weten van oké, kan het paard daar mooi bewegen? Nou, ja. Dan heb je inzichten nu van Amber en dan kan je daar nog verder gaan kijken. Mocht hij daar last hebben, een ontsteking hebben, dan kan het zijn dat je wilt inspuiten met ontstekingsremmers, zodat het daar weer kan bewegen. Maar dan nog gaat het erom dat jij in je training, samen met een behandelaar, manueel therapeut, dat weer mobiel kan maken. Dus wij gaan nu kijken, oké, wat komen we tegen? En dan kan dat dan ook weer je input zijn voor ja, verder onderzoek. Ja? Ja? Oké. Oh ja, en dat geldt dus ook voor die onderrug. Die onderrug, daar zit het SI-gewricht in. Dat kan eigenlijk alleen ook maar bewegen door eigenlijk het bovenbeen en de rug. Ja. En het bekken. Ja. Ja, daar heeft ze niks meer. Nou, dan heb je daar dus al, dan heeft het werk wat je al hebt gedaan, heeft goed nut gehad. Nou gebruiken we dus die bijzet. Is die dat gewend? Ja. Oké, top. Dan kunnen we misschien ook... Het is wel een onderbreking. Maar dan kunnen we misschien ook handiger nog gewoon een halstertouw pakken. Want die logeerlijn kan een beetje veel zijn. Ja, ik wist niet zo goed wat ik moest pakken. Nee, dat snap ik.